Het is zo ontzettend leuk om met klanten te werken en om mensen weer blij en tevreden naar huis te laten gaan. En dat zou ik echt niet willen missen. Ook niet op het hoofdkantoor. Ik vind het belangrijk om aan buitendienststellingen mee te werken, omdat ik kan ervaren wie onze reiziger is, wie onze klant is. En het is een hele leuke afwisseling met kantoorbanen. En het is gewoon ook heel erg leuk om echt in het operationele proces te staan. Ja, hier gebeurt het, hè. Hier sta je met de voet in de klei. En je ziet echt wat de mensen op het station die hier normaal werken, wat die bijdragen aan het hele proces en wat voor verschil die ook kunnen maken. Dus, en het contact met de klant natuurlijk. Ik denk dat het goed is om gewoon te ervaren waar andere collega's binnen andere onderdelen van de NS mee te maken hebben. En met name ook gewoon contact met de klanten te hebben. Wat ervaren zij, want dat is ons bestaansrecht. Toevallig had ik net een hele leuke ervaring. Iemand die dan erg veel haast heeft. Dat ik zei van nou kom op, we pakken even de koffers en volg even snel. Bij jullie wordt er gewoon verwacht dat jullie zeg maar, de reizigers die informatie willen, dat je die goed te woord kan staan. Ik vind het heel handig als collega's van het hoofdkantoor dat doen, omdat je op een andere manier gaat kijken naar de processen, naar waar collega's tegenaan lopen, waar reizigers tegenaan lopen. Ik vind dat ze als collega's van het hoofdkantoor het buitendienst komen doen, vind ik erg leuk, want ze stellen toch belangstelling, hebben ze voor ons werk. En daarom willen ze toch iets dichter benaderen bekijken wat wij eigenlijk allemaal uitvoeren. Zelfs al weet je maar een heel klein beetje, dan nog kun je heel veel goeds doen. Dus ik hoop dat er steeds meer worden.